Nederland is zuiverland, wordt vaak gezegd. Dat klopt zeker voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. De 200.000 kleine melkveehouders van toen hebben inmiddels plaats gemaakt voor zo'n 65.000 grote moderne melkveebedrijven waar nu wel 2,5 miljoen koeien grazen. Het keuterboertje van toen is ondernemer geworden. Met behulp van moderne technieken produceert hij melk waar reekse zuivelproducten van gemaakt worden. Wat is dit nou voor vee? Nou, dit is jongvee. Dat is nog iets te jong om gestierd te worden. Dan moeten ze als halfken 15 maanden voor en dan zijn ze precies 2 jaar als ze voor het eerst afkalven. En dan gaan ze melk geven? En dan worden ze, komen ze in de productie. En wat houdt dat in? Dat je gewoon volop kunt gaan melken? Ja, het eerste jaar geven ze wel iets minder als een koe die 4 of 5 jaar ouder is. Dan hebben ze een hogere productie. Maar dat is gewoon normaal. En wat geeft een koe gemiddeld? Nou, over het alle koeien door elkaar over per jaar. Dan kom je op een tussen de 58 en 6000 liter. Maar dat hangt helemaal van het bedrijf af. Het ene bedrijf ligt veel hoger dan het andere. En hoe lang gaat dat door? Nou, tot die koe door een of andere reden wordt afgevoerd. Ja, allerlei oorzaken. Ziekte of te lage productie. Pootgebreken of allerlei oorzaken. En dan gaan ze naar de slager? En dan gaan ze naar de... Op een gegeven moment, ja, dan komen ze bij de slager. Dus echt oud worden doen ze niet? De boer Dan hebben ze geluk gehad als ze oud worden. Van 5 hectare bouwland. Kan een koe worden? Nou, ik weet niet hoe oud dat precies is, maar op gras en bouwland wordt elk jaar zijn een grote hoeveelheid drijfmest verspreid, afkomstig uit de kelder onder de lichtboksenstal. Nou, heb je daarnaast 5-6.000 liter melk per onder andere hoe nog 400 kilogram stikstof per hectare. 65. En dat wordt het gras wordt onder gunstige omstandigheden 4 tot 5 keer per jaar gemaakt. Heb je zelf enige idee wat er verder mee gebeurt? Ik bedoel, wordt van jouw melk nou het melkvee loopt in de zomer buiten en wordt 's nachts binnen. Nou, dat is... Het wordt met vers gemaakt. In mijn geval gaat het meeste melk wordt verkaasd. In de winter wel, maar, worden voerdrochtkuil en snijmaïs verstrekt. Soms aangevuld met suiker. Alleen aan melkproducten gemaakt worden, maar daar heb ik zelf geen... En bierborstel. Geen afvalproduct van bierbrouwerij. En doe je zelf er nog iets mee? Bedoel, zowel zomer als winter wordt het menu aangevuld met kracht. Nee, dat is alleen maar voor een beetje huishoudelijk gebruik. En in eerste instantie een jong kalf soja, een beetje melk. Maar voor dit gaat alle melk gaat, copra, voor de fabriek. Tapioca, wat is nou mineralen de oorzaak en vitamine. Dat je speciaal het goede melkvee blijft tot en met het 14e jaar productief. Dat is heel moeilijk wat nou de oorzaak is. Kijk, mijn vader die was veehouder. Melkcontrole en, dan groeide er een en beetje kunstmatige in. Inseminatie het is zijn beroep. Pijlers ja, waar je in moet groeien. Het is niet een beroep, het is eigenlijk rond een roeping. Rond 1/3 van de Nederlandse rundveestapel op het moderne veestamboeken wordt gebruik gemaakt van licht. Alleen de in de stamboeken op vanuit de loopstal wordt het vee twee maanden gedaan in de melkerij, waar het tijdens het melken voorzien wordt van krachtvoer. Nou, dan gaan we eerst een buisfilter erin zitten. Om de eventuele vuil van die het melk toch nog in de melk komt, eruit vandaan te halen. Ik wil dit goed afsluiten, geen lekkage krijgen. Zo. In de melktank wordt de productie van 2 tot 3 dagen koel bewaard. Nou. Ken het. Werd in 1950 nog 98% van de koeien met de hand gemolken. In 1970 was dat nog maar 40%. En nu is er bijna geen boer meer die zijn koeien nog met de hand melkt. Tegelijkertijd begon ook de huisvesting te veranderen, want de lichtboksenstal deed zijn intrede.
Met de lichtbox van stal werd meestal meteen omgeschakeld van het melk opslaan in bussen naar het melk opslaan in een tank. Was in 1971 op nog slechts 14% van de bedrijven met melk en kalfvoer een koeltank aanwezig. In 1980 was dat al op 70% van dit type bedrijven het geval. Het merendeel van de fabrieken haalt thans de melk met een tankwagen op en accepteert geen bussenmelk meer. Dit systeem wordt de rijdende melkontvangst, kortweg RMO genoemd. In 1980 werd reeds 90% van alle melk op deze manier opgehaald. Indien de boeren hun melk leveren aan een van de fabrieken die op deze wijze de melk verzamelt, zijn zij vaak genoodzaakt om de nogal kostbare koeltank zelf aan te schaffen of het houden van melkvee te staken. Een uiterst moeilijke keuze die door sommige mensen betreurd wordt, maar ook het boerenbedrijf is een onderneming waar nostalgie niet altijd op zijn plaats is. De boer moet wel het hoofd boven water zien te houden. Moet ik natuurlijk wel alle koeien zo herkennen. Dat was voorheen was het anders dan nu, want voorheen zag je de hele koe. Maar doordat ik hier in de melkput sta, dan zie je maar een kwart van de hele koe. En je ziet ook van een heel andere gezicht. Op het ogenblik is de lichtboxenstal met een aparte melkstal een steeds meer voorkomend. Dat was in het begin nog wel een beetje dat probleem, dat alles geheel gemechaniseerd kan worden, zodat de boer met weinig mankracht maar in alles toch veel en ook nu weer. Ik heb nu helemaal geen last meer, ik kan ze nu allemaal zo herkennen. In weer en wind, door de week, maar ook op zon- en feestdagen, wordt de melk door tankauto's opgehaald en naar de fabriek gebracht. De melkbus heeft plaatsgemaakt voor de koeltank, waarin de productie van 2 dagen op hygiënische wijze kan worden bewaard. Toch wordt bij iedere tank een monster genomen. Dat monster dient voor de bepaling van de hoeveelheid eiwit en vet die de melk bevat en van de reinheid. De hoogte van de melkprijs voor de boer hangt onder meer af van het eiwit- en vetgehalte. Daarnaast wordt de hygiënische kwaliteit bepaald. Dat gebeurt door middel van een monster dat eens per 14 dagen wordt genomen. De monsters worden onderzocht in melkcontrolestations. Bij kwaliteitsafwijkingen wordt een boete opgelegd. De controlestations zijn door de fabrieken en de boeren zelf opgericht en staan onder toezicht van de overheid. Zo rond 1900 was het aantal zuivelfabriekjes zeer groot. Er waren er toen bij de fabriek 900, wordt de volle tankauto op de weegbrug gereden. Die 900 door vergelijk met het gewicht na het leegpompen kan exact de hoeveelheid worden vastgesteld. Het aantal melkkoeien lag toen rond de 1 miljoen. Gauw uitgerekend is dan dat de gemiddelde productie per koe ongeveer 2500 kilogram per jaar was. Tegenwoordig is het ruim dubbel. 900 fabriekjes. Kleinschaligheid was troef. Elk dorp had wel zijn eigen boterfabriek, zoals we meestal zeiden. Al aan het begin van deze eeuw hebben de fabrieken hun belangen gebundeld. Ook hier wordt een proef genomen om na te gaan of de kwaliteit van de melk in orde is. De particuliere evenals op de boerderij wordt in de fabriek veel zorg besteed aan hygiëne. En de coöperatieve men spreekt van een gesloten koelketen. In de koninklijke dat wil zeggen dat de melk net als vanaf in de landbouw, uien van de koe tot in de opslagtanks van de fabriek steeds gekoeld is. En versneld na 1970 de schaalvergroting in de boerderij als in de fabriek wordt de melk koel bewaard. Samenwerking, overnames en fusies. Door groepen bedrijven werden gezamenlijk centrale productiebedrijven gesticht voor onder andere de verwerking van producten als condensmelk, melkpoeder en de verwerking van de wei. De toenemende melkstroom moest verwerkt worden en
En de kleine bedrijfjes konden dat eenvoudig niet meer aan. Onderzoek, hè? In 1960 waren er 400 zuivelfabrieken. In 1973 waren er nog een honderdtal ondernemingen. In 1980 waren er nog 60 ondernemingen met 153 fabrieken. Voordat men de melk verwerkt in de een of andere vorm, wordt ze eerst gepasteuriseerd in een zogenaamde pasteur. De melk stroomt daarbij tussen een aantal platen door, waarbij de temperatuur van 6 graden in enkele seconden oploopt tot 75 graden. De melk wordt dan weer snel gekoeld. De meeste bacteriën zijn onschadelijk gemaakt. In een centrifuge wordt de melk vervolgens gestandaardiseerd. Bij dit zogenaamde afromen verzamelt de room zich in het midden, terwijl de zwaardere melkdeeltjes naar de buitenrand worden geslingerd. Die melk wordt in een tank opgevangen en kan in flessen, pakken of bekers worden gedaan. Room is verzameld in grote tanks, maar moet voor verdere bewerking eerst nog worden gezuurd door het toevoegen van zuivere melkzuurbacteriën. Daardoor verkrijgt de boter het gewenste aroma. Boter ontstaat door het karnen van de room. Deze wordt heen en weer geschud, waardoor de vetbolletjes die erin zweven met elkaar in botsing komen en gaan samenklonten. De boterkorrels komen bovenaan de oppervlakte drijven. Om het natuurproduct aan te duiden, hier gebeurt dat dat in een zogenaamd boterkanon, waarbij de room er aan de ene kant in gaat, de boterbereiding is waarschijnlijk bij toeval aan de andere kant uitkomen. Wellicht door een nomade stam die een zak met melk over grote afstand vervoerde. Met deze karn. Al in de vroege oudheid werd boter bereid door de Indiërs. Ook is bekend dat Egyptenaren en Romeinen boter gebruikten. Als de boterkorrels groot genoeg zijn, stopt de karn boter en wordt de inhoud in de wagen gestort. Al sinds de middeleeuwen een belangrijk exportartikel geweest. Vanuit steden als Kampen, Deventer en Dordrecht werd dit product met kaas en haring naar het buitenland verscheept. In het begin van de 19e eeuw zou de boterproductie ongeveer 30 miljoen pond per jaar hebben. Ook hier wordt weer van iedere partij een monster genomen. Daarvan zou ongeveer 1/3 uitgevoerd zijn volgens de lage schatting. De botercontrole in de tweede helft is van in de een botercontrole beschikking vastgelegd. Naar Engeland tot grote hoeveelheden. De aansluiting bij de botercontrole aan het eind van de eeuw geschikt op vrijwillige basis vanwege buitenlandse in de praktijk komt het erop en de neer opkomst van dat boterproducenten er niet omheen in kunnen. In die tijd zijn ook mede gezien de zuivelfabrieken uitvoerverbod voor waar niet aan controle onderworpen kaas en boter bereid konden worden. Dankzij de uitvinding van de centrifuge, ongeveer 100 jaar geleden, kon in veel snellere tijd het vet uit de melk worden verwijderd. Met dit vet, of de room, werd vervolgens boter gemaakt. Boter levert verreweg het geringste aandeel in onze totale vetconsumptie, namelijk maar 8 gram per hoofd per dag. Het is dan ook onzinnig boterverbruik aansprakelijk te stellen voor bijvoorbeeld de toename van hart- en vaatziekten in onze samenleving. Evenmin is er reden om boter te vermijden, omdat het voor een belangrijk deel uit verzadigde vetzuren bestaat. Uit de nog steeds voortdurende discussie over de vraag of en zo ja in hoeverre een verschuiving in de consumptie zou moeten plaats hebben van verzadigde naar meervoudig onverzadigde vetzuren, blijkt dat de geleerden het hierover nog lang niet eens zijn. De discussie is voortgevloeid uit twee dingen. Meestal in de eerste plaats het feit dat statistisch gezien
Bij grote verpakkingen wordt heel nauwkeurig eerst de doos gewogen om in na te vullen zeker van te zijn dat het juiste gewicht wordt afgeleverd. Hoge frequentie van hart- en vaatziekten in die groep. In de tweede plaats de ontdekking dat het gebruik van meervoudig onverzadigde vetzuren onder bepaalde omstandigheden een verlagend effect heeft op het cholesterolgehalte in het bloed. Het statistisch samengaan van twee verschijnselen betekent echter nog helemaal niet dat het een de oorzaak van het andere is. De conclusie dat hoge cholesterolwaarden in het bloed de oorzaak zouden zijn van het ontstaan van hart- en vaatziekten mag dan ook niet getrokken worden. In nog sterkere mate geldt dit voor het individu. Er zijn veel mensen op met een hoog cholesterolgehalte in het bloed die geen hart- en vaatziekten krijgen. Aan de andere kant worden heel wat mensen met een laag cholesterolgehalte wel het slachtoffer van de boter moet vrij zijn van verontreinigingen. Ook is ze gekeurd op geur en smaak. De meeste boter wordt geëxporteerd. Ruim een vierde van de productie wordt door de Nederlanders zelf opgegeten. Dat betekent ruim 3,5 kilo per hoofd per jaar. Een deel van de room wordt als slagroom op de markt gebracht. Het waar liggen nu de oorzaken van het melkprobleem? Eigenlijk is het antwoord door heel eenvoudig, want de productie van melk- en zuivelproducten is veel groter dan de consumptie. Ook in andere sectoren van de landbouw in Europa komt af en toe een overschot van 20%. Voor. Maar dat blijkt in de praktijk, door aan deze behalve voor wijn, vaak zeer tijdelijk te zijn. Als gevolg van bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, want de boer is nog altijd afhankelijk van het klimaat, kunnen opbrengsten sterk wisselend zijn. Ook room wordt net als alle andere zuivelproducten in de melkveehouderijsector is dat anders. Daar zijn de overschotten structureel, dat wil zeggen permanent, omdat de opbrengst gemiddeld 10% tot soms 15% groter zijn dan afgezet kan worden op de gewone markten. Vooral als er sprake is van afzet op een wereldmarkt met lage prijzen, dan kost dat de EEG enorme sommen. Maar ook deze kunnen sterk schommelen. De stijging van de productie van melk ontstaat niet doordat het aantal melkkoeien zo sterk gestegen is, maar doordat de melkproductie per koe zo is toegenomen. Het aantal melk- en kalfskoeien schommelt al jaren rond de 25 miljoen dieren. Wanneer we kijken naar de gemiddelde jaarproductie van in het laboratorium de koe, wordt ieder monster gecontroleerd en aan willekeurige jaar. Verpakkingen worden in zogenaamde kweekjes gemaakt. Hoger, namelijk bijna aan de hand daarvan kan precies worden nagegaan welke bacteriën zich nog in de producten bevinden. Bovendien kunnen de keuringsdiensten van waren op ieder willekeurig moment steekproeven nemen van deze en andere melkproducten. Nederland is de grootste zuivelproducten zijn er in vele soorten. Er is geen enkel ander land dat zoveel naast van de gewone kaas, melkproducten boter, in de fabriek melk en ook melkpoeder yoghurt wordt bereid, uitvoert als het pap gekookt en vla gemaakt. Wat de kaas betreft, 10 jaar geleden exporteerden we 173.000 ton kaas. Nu is dat ruim 275.000 ton. Voor gecondenseerde melk bedragen deze grootheden 365.000 ton. Nog warm wordt de vla afgevuld in flessen. Aan melkpoeder sturen we nu jaarlijks 333.000 ton de grens over. Een paar van de grootste afnemers van onze zuivelproducten zijn West-Duitsland, België, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Saoedi-Arabië en Venezuela. Per zuiveljaar exporteert Nederland voor een waarde van 4,5 miljard gulden. Veel producten worden in karton verpakt. In één continue gang wordt de rol gevormd tot een buis, vervolgens tot een pak. Voor ons land is de totstandkoming van de gemeenschappelijke landbouwmarkt van onschatbare waarde gebleken. Onze land- en tuinbouwproducten krijgen de kans op de markten van de lidstaten vrijelijk te concurreren met het aanbod van de inheemse producten. Sinds 1880 een ongekende weelde. Die kans heeft de Nederlandse land- en tuinbouw niet laten liggen. De spectaculaire groei van onze export is daarvan een duidelijk bewijs. Zo'n 25 jaar geleden exporteerde Nederland jaarlijks voor een kleine 9 miljard gulden aan land- en tuinbouwproducten.
In 1981 was dat bijna 39 miljard gulden, ofwel 4,5 keer zoveel. Consumptieijs is een ander belangrijk artikel. In speciale fabrieken wordt op smaak gebrachte vloeistof in gekoelde machines gespoten. De stokjes gaan er na het hard worden in. En dan nog even in het chocoladebad. Niet alle melk gaat naar de fabriek. Sommige boeren maken zelf kaas. Soms is het een traditie die van vader op zoon of van moeder op dochter overgaat. Zit het nou een beetje in de familie, dat kaas maken? Ja, eigenlijk wel. Ik ben van huis uit altijd gewend geweest. Moeder heeft het altijd gedaan. Totdat we er zelf mee begonnen zijn met het bedrijf. Tot nu toe. En nou weer een dochter die ook in de boerderij gekomen is, die het erg leuk vindt, het kaas maken. Want het is wel iets dat je als een klein beetje hobby erbij moet doen, want het is, je bent altijd bezig. Hè? Het kost enorm veel van tijd. Als je het een keer gaat doen, dan betekent het dat je het dan ook bijna iedere dag moet doen. Hè? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel iets dat je iedere dag moet doen, behalve de zondag dan. Die kun je wel vrij houden, maar dat... Maar vakantie is er niet bij. Nou, dat doe je liever niet. Als je eenmaal begint met kaas maken, wil je dat liever voort blijven gaan. Hè? Je kan er wel een weekje stil liggen, maar dat... Ja, het lokt niet zo aan om ermee te stoppen eigenlijk. Maar vertelt u nou eens hoe het in zijn werk gaat. U hebt zelf een veeboerderij? Ja, we hebben zelf tussen de koeien, die gaan mijn man melken. Hoeveel koeien hebt u? Dat zijn zo'n goede 50, ruim 50. Zeker. En dan, die melk die komt dan binnen in het vertrek waar de kaas gemaakt wordt, in de tobben. En dan gaat er de melk van s'avonds in, die wordt s'avonds afgekoeld. Dus s'avonds maken we er geen kaas van. En dan beginnen we, zuursel, stremsel en dan... staat hij een half uurtje en dan is het een hele dikke massa geworden. Dus dan gaan we er met de mes in roeren, snijden. Op de boerderij kan van de eigen, zogenaamde rauwe melk, kaas worden gemaakt. De melk wordt dan eerst in een grote bak gedaan en op de juiste temperatuur gebracht. 28 tot 30 graden. Door toevoeging van stremsel klonteren de eiwitdeeltjes samen. Tegelijkertijd worden andere vaste delen, zoals vet, mineralen en vitamine, ingekapseld. Er ontstaat een dikke massa. Die wordt gesneden om de vaste bestanddelen, de wrongel, van het vocht, de wei, te scheiden. Maar hoe komt het dat de ene boerenkaas toch anders smaakt dan de andere? Nou, dat zit ook vaak in de grond. Hè? Dat brengt toch, ieder bedrijf heeft eigenlijk zijn eigen, ja, vaak een eigen smaak. Het is net als met wijnproeven eigenlijk. Ja. Een goede kaaskeurder moet weten waar die vandaan komt. Ja, eigenlijk wel. Hè? Dat is... Vaak de ene streek kan ook veel betere, veel lekkerdere kaas gemaakt worden dan de andere. En u mengt natuurlijk nooit van verschillende bedrijven? Nee, het is altijd onze eigen melk. Om het scheiden van vrommel en wei goed te doen verlopen, wordt de massa verschillende keren gesneden en op een steeds hogere temperatuur gebracht. Daardoor wordt de vrommel rijp, dat wil zeggen voldoende droog. Nou, en dan wordt er wat vocht afgetapt, want dat is dan de wei. Die gescheiden wordt. Aan, en dat gaat naar de varkens. Dat is echt varkensvoer. En die hebt u zelf ook? Die hebben we zelf. We hebben 150 varkens. En die drinken al die wei op die van die melk overschiet, als de kaas eruit is. Dus dat is wel lekker. Dat scheelt enorm van hun voer, dat ze minder eten. Dus dan brengt dat ook nog weer wat. De wei is inmiddels in vaten overgetapt. En wat gebeurt er verder? Nou, die kaas, als dat snijden klaar is, dan blijft hij een half uurtje staan en dan gaan ze in de vorm doen. En dan gaat ze de pers op en dat is zo ongeveer een uur of 11. En dan blijft ze daar staan tot 5:30. En dan staan ze zonder gewicht nog tot de andere morgen en dan gaan ze op pekelbad. En dat is, nou, 5,5 dag van 12 kilo kaas ongeveer. Zo, nou proberen onder water. Onder het vocht de juiste hoeveelheid te pakken te krijgen. Niks eromheen.
Even een beetje aandrukken. En er even uittillen. In het vat is eerst een doekje of netje aangebracht om het keren te vergemakkelijken. De wrongel wordt met de hand aangedrukt in het vat. Het vat gaat onder een pers, zodat de wrongel gelijkmatig wordt aangedrukt en een vlakke, ronde kaas ontstaat. De productie van boerenkaas is 2% van de totale Nederlandse kaasproductie. Boerenkaas wordt hoofdzakelijk in het binnenland geconsumeerd. Het principe is simpel, maar zelf kaas maken is zwaar werk. En er zijn er nog niet veel melkveehouders die dat doen. Door het persen krijgt de kaas het juiste model en wordt de kaas veel steviger, omdat er nog vocht wordt uitgeperst. Nadat één kant geperst is, wordt de kaas omgedraaid en van een genummerd Rijkskaasmerk voorzien. Dan wordt er opnieuw geperst, in totaal zo'n 12 tot 14 uur. Na het persen gaat de kaas in een pekelbad. De zoute pekel geeft smaak aan de kaas en heeft ook invloed op de korstvorming en de houdbaarheid. Na enkele dagen pekelbad wordt de kaas opgeslagen. Als ze droog is, gaat er een poreus laagje plastic op dat de korst beschermt en schimmelgroei voorkomt. Na ongeveer vier weken is het geschikt voor consumptie en kan ze verkocht worden als jonge kaas. Wanneer de productie per koe blijft toenemen en de consumptie stabiel blijft, ontstaat er een overschot. Uit het landbouwfonds moeten dan bedragen beschikbaar komen om de opslag te financieren. In de kaasfabriek gebeurt in grote lijnen hetzelfde als bij de boerenkaas. Voor de zuivelindustrie is het daarom noodzaak nieuwe afzetgebieden te vinden. Alleen wordt in de fabriek alle melk eerst gepasteuriseerd. Dat wil zeggen dat de koele melk snel wordt verhit tot zo'n 72 graden en vervolgens weer snel gekoeld. Om het scheiden van wrongel en wei goed te doen verlopen, wordt de massa verschillende keren gesneden en op een steeds hogere temperatuur. Het Nederlands Zuivelbureau werd op 21 december 1950 opgericht. Het is een stichting. Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle belanghebbenden erin vertegenwoordigd zijn. Bekende acties uit de begintijd waren 3/4 liter melk voor elk, kies lekker kaas en koop een pakje extra voor zondag. De vrommel wordt machinaal de actie in stukken van het juiste gewicht gesneden en dan in vormen gedaan. Slagzinnen als met melk meer mans en ik drink melk, u ook, hebben goede resultaten gehad. Van later datum zijn kaas uit het vuistje en echte boter. Het Nederlands Zuivelbureau tracht in collectief verband de vraag naar Nederlandse zuivelproducten te vergroten. De collectieve benadering houdt in dat aandacht wordt gevraagd voor de zuivelproducten iedere in hun totaliteit. Iedere kaas krijgt weer een eigen, en niet voor genummerd Rijkskaasmerk. Het Nederlands Zuivelbureau heeft vestigingen in Rijswijk, Aken, Brussel, Londen en Parijs. Bovendien is er in Tokio een agentschap. De afzetbevordering gebeurt op allerlei manieren. Door reclame in de massamedia en in de vakbladen. Door winkelacties in samenwerking met de handelspartners. Door voorlichting, zowel aan de consument als aan de handel. De vormen met de kaas worden met behulp van een lopende bandsysteem en door een groot naar de omlooptoren geleid, waarin ze automatisch de belangstelling voor de Nederlandse zuivel te wekken. Duitsland. Käse aus Holland
beslaat ongeveer een kwart van het totale kaasverbruik in Duitsland. Ook hier komen de kaas op smaak door een verblijf van enkele dagen in de helft van de Duitse kaasimport uit Nederland. Die positie blijkt steeds moeilijker te handhaven. Onder andere vanwege de afnemende bevolking, de lagere bestedingen voor voedingsmiddelen en de concentratie van het zuivelbedrijf. België. In België wordt ongeveer de helft van het totale kaasverbruik uitgezonderd verse kaas door Nederlandse kaas in beslag genomen. De nationale industrie, die jarenlang in het defensief heeft gezeten, begint nu opvallender de eigen kaas te promoten. Dan komen ze in de opslagruimte waar ze automatisch... De consumptie van Nederlandse kaas in Frankrijk bedraagt nu ruim 500 gram per hoofd per jaar. De export bestaat vooral uit Edammer, Goudse en commissiekaas, die in Frankrijk Mimolette wordt genoemd. Deze soorten worden ook in Frankrijk zelf geproduceerd. Engeland. Engeland blijft de grootste buitenlandse afnemer van de halfronde Edammer van 1,7 tot 2,5 kilo. Goudse kaas is er nog niet zo bekend. Na ongeveer 14 jaar. De niet onaanzienlijk deel van de export bestaat uit in Nederland gemaakte cheddar. Twee weken later is ze geschikt voor consumptie. Deze kaas wordt in Engeland het meest gegeten. Een deel van de kaas wordt in stukken gesneden en vacuüm verpakt. Ieder stuk krijgt een etiket waarop gewicht en prijs staan vermeld. Duizenden mannen kozen wij de onhandigste man van Nederland. Hij maakt een panpizza. Vier sneetjes brood zonder korst gaan in de beboterde koekenpan. Daarop stevige plakken kaas. Ja, en vervolgens wat schijfjes tomaat. En natuurlijk uieringetjes. Wat geraspte kaas. Deksel op de pan en de kaas 20 minuten op een laag vuurtje laten smelten. Hip, hip, hoera voor de panpizza. De panpizza. Wees handig met kaas. We gaan nu een salade maken van kaas, tomaat, radijs, selderij en komkommer, aangemaakt met een shallotje fijn gehakt en een dressing van yoghurt en kwark. Selderij in fijne reepjes snijden. Van tevoren de selderij goed wassen en schillen, want ze bevatten namelijk draadjes en wanneer deze dus er niet afgehaald zijn, is dus niet leuk om het in je mond te krijgen. Ook niet op je vingers snijden. Dat is ook niet zo leuk. Dat heeft een rare kleur. De tomaat heb ik reeds al voorgesneden. U snijdt de tomaat in vieren. U haalt het zaad met het mesje eruit. En u krijgt de tomaat concassé. De komkommer hoeft niet geschild te worden. Enkel gewassen. Een dunne reep snijden. Op de vleesmachine, daarna over het was, nog een keer julienne van wordt gesneden. En deze salades die worden dus in omloop gebracht door het zuivelbureau in folders. En er zijn honderden mogelijkheden, niet alleen deze, maar zoveel andere, ook voor kaasfondue of voor pizza's te maken. Zo, salade is klaar. Nu gaan we de schaal salade dresseren op een schaal. Dat garnituur omheen gedaan om het gezelliger te maken. Zodat wij dus de salade die verkregen is voor koude buffetten kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze salades met kaas regelmatig voor onze buffetten in de koerzaal. En we hebben vraag naar de gasten die bij ons komen eten. Dat ze dus deze kaassalade, waar dus vele mogelijkheden mee zijn, niet alleen op deze manier, dat die zo gepresenteerd kan worden. En ook dus voor huis, tuin en keukengebruik ook makkelijk te bereiden is.